We gaan. Hey, recording in progress. Leon, wij waren alweer veel te lang aan het kletsen. Een hele goede avond, Leon van den Elzen. Dag Peter Bierhoff, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, hey, nou, even heel snel, heel snel, heel snel. Twee weken geleden voor me zag ik een filmpje van jou. Je was met Jontje in een park, ik weet niet waar dat is. En jij vertelde een paar dingen en dat raakte mij. Dat is precies zo wat ik erover denk. Ik denk, hey, dat vind ik. Ik had even op YouTube gekeken. Ik denk, dat moet veel beter, dat moet veel meer gezien worden wat die jongen doet. Want zo sta ik er namelijk ook in. En dus we hadden contact opgenomen. En ik denk, verdomme, ik ken hem. Ik ken hem. Maar jij had mij al eens een keer eerder contact met mij opgezocht, samen met je vader. Jullie wilden een dag langskomen bij mij en een hele opname doen. Ah, dat zie ik niet zo zitten. Nee, jij bent meer iemand van het geven dan het ontvangen, zeg maar. Dat zei ik toen ook al. Ik kreeg toen een mooi spraakberichtje van jou dat je, ja, Nee, je geeft mensen cadeau. nou, ontvangen is een dingetje. Dat klopt wel. Dat klopt wel. Daarmee zit je weer helemaal goed. Ja, dat geven vind ik mooier. En wat iemand ermee doet, moet hij zelf weten. Ja, Maar hondje heet trouwens Stekker, hè? Mijn hondje. oké. Voor de beluisterende kijkers, hè? Hey, Leon. Ja, gekhuis op dit moment. Jij bent ook al een poos, hè? Wakker, wakker, hè? Zeg maar, dat er iets niet klopt. Jij volgt mij blijkbaar en ik volg jou. Maar hoe, wat? Ja. Lastig. Ik vind het een overload aan informatie op dit moment. Ik zie het zelf soms niet meer. Dat ik denk, ja, echt grote plaatjes zie ik wel, denk ik in ieder geval. Maar hoe sta jij erin? Ja, wat jij zegt, het is een overload aan informatie. Want wat er momenteel in de wereld gebeurt, die verdeeldheid die wordt steeds groter, zeg maar. We noemen het dualiteit. Voorheen was de dualiteit, zeg maar, deze bandbreedte. Ik weet niet of het zo goed zichtbaar is. En nu wordt het steeds krapper. Eén voordeel van die dualiteit is dat je heel snel kunt groeien. De andere kant is dat je heel snel in de angst kunt schieten. Dus de een zit in het groeien en de ander zit in de angst. Ook de angst dat je informatie kunt missen. Dus in de alternatieve kanalen, zeg maar. Er wordt ook heel veel informatie verzonden, zodat je verzandt in die informatie en uiteindelijk niet meer ziet waar de uitgang is. Maar die uitgang, die zit maar op één, die zit maar bij jezelf, onder jouw neus, en dat is in jouw hart. En dat klinkt heel gek, maar daar zit echt de uitgang. Ik ben, toen ik dat filmpje heb gemaakt, ook letterlijk uit mijn stoel geduwd. Zoals dat vaker gebeurt, dat is misschien heel gek wat ik nu zeg, maar sommige mensen zullen het misschien herkennen. Om die podcast te gaan maken over de val, zeg maar. En die is best scherp, dat realiseer ik me ook. En ik wil daar absoluut geen mensen mee kwetsen. Wat de intentie is, is eigenlijk om mensen bij wijze van proberen te triggeren. Te triggeren van, ook als mensen getriggerd zijn, ik ben het er niet mee eens. Waarom ben je het er niet mee eens? Wat triggert je in die boodschap? Want dan zit er een stukje in jezelf waar je mag aankijken. Ik heb ook heel veel triggerpunten. Dus ik ben absoluut niet heilig. Ik ben ook onderweg. Ik ben een reiziger, net als alle andere mensen. Maar ze zoeken het dan buiten zichzelf in een filmpje. Bijvoorbeeld bij jou, Peter, dat ze dan denken van, oh, Peter weet het, zeg maar. Hè? Maar jij zegt heel duidelijk, ik ben Peter en ik heb een mening. En dat vind ik heel goed hoe je dat doet. Want het hoeft niet een andere mening te zijn. Maar heel veel mensen hangen dan zijn of haar vertrouwen aan jou, waardoor het aan jou gaat kleven, zeg maar. En dat doen mensen niet bewust, maar dat doen ze eigenlijk uit angst, terwijl ze het antwoord zelf hebben. Wij hebben al vaker even geklet. Ik vind het griezelig. Dat meen ik serieus, ik vind dat griezelig. Nogmaals, ik weet het ook niet. Nogmaals, er is niemand die het weet. Ja, waarschijnlijk zijn er een paar die het weten. Maar die weten volgens mij de uitslag ook nog niet. Maar dat denk ik. Nee, die weten de uitslag niet. Maar het is misschien wel heel gek wat ik nu ga zeggen, zeg maar. Maar alles wat nu gebeurt, hebben wij in het verleden gecreëerd. En dat is waar mensen zich mogen gaan realiseren. Je hebt te maken met eonen. Je weet wat eonen zijn. Eonen zijn eigenlijk, zeg maar, een soort wolken. Dus wij zijn echt wezens die kunnen creëren. Zo heb ik dat vroeger, toen ik jong was, altijd gevoeld. Maar toen is het eigenlijk een beetje weggestopt. Op school was ik de slechtste, noem maar op. Je weet wel hoe dat gaat. En dan ga je die gevoelens heel eind wegstoppen. En op een gegeven moment komt dat allemaal weer langzaamaan terug. En dan ga je denken, ja, zie ik dat goed? En dan ga je wat boeken lezen. En dan ga je wat voelen. En dan begint het op een gegeven moment te stromen in je armen. En dan voel je van, dit is juist. Hè? Net als met de val, dan kreeg ik een signaal van een lieve heersbeestje op mijn been.
De week daarna was het met een vlinder die bij me kwam zitten, die echt 5 minuten bij me bleef zitten, die niet wegging. Dan denk ik, wat is dit nu? En dan ben ik ook verbaasd, maar eerder verwonderd, zeg maar. Dus eonen zijn eigenlijk spiralen, gedachtenspiralen die wij gecreëerd hebben. En daarmee kun jij letterlijk dingen in de spiegelwereld creëren. En daarmee hebben wij voor een deel onze eigen gevangenis gecreëerd. Dus de enige oplossing is door je lichaam uit te zuiveren. Ja, en hoe doe je dat? Het is misschien heel vaag wat ik nu zeg, maar ga anders zoeken wat eonen zijn. Ik wil daar later in mijn vlogs nog wat dingen over vertellen. Want ik wil niet dat mensen dan af gaan haken van ja, dit gaat mij even te ver, zeg maar. Nee, maar ja, nou weet je, en dat is het ook, hè, want mensen die zeggen altijd, ja, je bent zo lekker nuchter, maar dat is ook gewoon hoe ik ben. En ik probeer, dat heb ik mijn hele leven gedaan, ik probeer hele complexe dingen terug te brengen tot de basis. Want als ik ga, ik train maar nooit, nooit in details. Ik doe dat niet, want dat heeft geen zin. Want dan verzand ik in een ja-nee discussie, weet je. Ja, maar het zit zo, ja, boeien, de uitslag is hetzelfde. Dus, dan weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Hey, maar je verzandt een beetje in informatie en dan is het misschien bijvoorbeeld, als ik erop in mag haken, is de aarde rond of is de aarde plat? Ja. Is Poetin goed of is Poetin slecht? Is Trump dit of is het... En dat is dualiteit. Ja. En die dualiteit, daar dienen we zeg maar uit te ontstijgen, zeg maar. En 1,5 jaar geleden of 2 jaar geleden heb ik deze sleutel gevonden. Ik weet niet of je hem zo ziet. Ja. En... ja, er is letterlijk, als je goed kijkt, wat mensen hierin zien, of jij hier iets in ziet, misschien heb ik filmpjes. Ja, nee, hij is scherp. Hier zie je bijvoorbeeld een hoofd met een lijfje eronder, zeg maar. En dan zie je de linker en rechter hersenhelft, en in het midden zit de thalamus. Ja. Wat de taak hier is op deze aarde van ieder mens, zeg maar, of de uiteindelijke taak, is om van die 2 tot 1 te maken. Dat wil eigenlijk zeggen, die dualiteit in jezelf opheffen. En als je de dualiteit in jezelf opheft, verdwijnt die dualiteit buiten je. Maar wij zoeken het dus buiten ons, en daarom wordt er steeds meer informatie gestrooid, omdat mensen het niet meer begrijpen. Die gaan dus buiten nog meer zoeken, waardoor ze het niet gaan vinden. Eigenlijk is het hetzelfde als je je huissleutel kwijt bent, of je autosleutel, je loopt hier door het huis, je laat hem vallen. En buiten of binnen is het, en de stroom valt uit, en buiten brandt er een lantaarn. Dan ga je buiten zoeken, want je denkt, ja, buiten is het licht. Maar buiten moet je niet zoeken, je moet echt binnen zoeken. Ja. En binnen is... Maar dan denken mensen, ja, wat moet ik dan doen? Ben eens even stil, kom eens even tot rust. En vandaar dat ik dat filmpje met die Isle of Man... je hebt hem gezien, hè, dat je allemaal motorraces ziet rijden, dan zie je een toeschouwer staan. Nou, dan zijn wij even die toeschouwer, of jij bent die toeschouwer en je ziet de wereld voorbij racen. En ga eens kijken, wat voel je dan? Wat gebeurt er dan? En die dingetjes, die zijn heel klein, die zijn eigenlijk heel belangrijk om die te gaan zien. En dan ga je steeds zien dat je in een matrix zit. Die motor moet steeds sneller gaan rijden. Ze moeten ons steeds meer voer geven, omdat wij steeds harder, hoger gaan trillen. En steeds meer mensen gaan het doorzien. Dus de mensen die het nog niet gaan doorzien, die moeten steeds harder gaan werken, omdat ze denken het niet bij te kunnen gaan houden. Maar eigenlijk moeten ze minder gaan doen. Ja, nou ja, precies. Eigenlijk alles maar even uit, dacht ik. Stekker eruit, overal. Ja, en dan, ja, bijvoorbeeld wat ik bijvoorbeeld doe, is ik heb hier een pot, misschien een tip. Hier schrijf ik, dat doe ik al een paar jaar, je hebt allemaal kaartjes. Dat is van mijn gezin. Dan schrijven wij dus op ieder gezinslid, zeg maar, even heeft een kaartje. Ik heb 3 jongens. En dan is bijvoorbeeld vandaag, Finn is groen. Groen is je hartchakra. Spelletjes doen met oma. Er zijn dus de kleine dingen, waarvoor je vandaag het leukste. Ja, maar wij vergeten die kleine dingetjes. Wij vergeten zoveel die kleine dingetjes. Dit is Jurre. Kindervakantieweek, sporten. Ja, ik laat hem even aan de andere kant zien, maar anders kan ik het niet lezen. Ook Milan, blauw. En blauw is, moet ik even goed zeggen, je keelchakra. En het grappige is, die kleur heb ik allemaal zo gekozen. Maar het klopt eigenlijk precies bij de jongens. Dat is echt het Joyce's Rose, glas in lood gemaakt, speciale opdracht. Nou, en ik heb natuurlijk podcast, geel, zon, podcast met Peter Bierhoff. Ja, dan wist ik al dat dat leuk zou worden. Dus. Ja. Ga door. Jij wou iets vragen. Wat jij zegt klopt. Dat voel ik ook wel. Ik heb dat zelf ook. Op een gegeven moment dan ben je weer zo gedreven. En dan ik heb ook echt soms heb ik echt een drang om video's te maken, weet je.
ik heb geen flauw idee wat ik ga zeggen. Ik moet ook echt, echt waar, deze video ook. Ik moet straks echt terugkijken wat ik allemaal gezegd heb. Dat weet ik zo echt niet. Dus ik heb geen script of zo. Maar soms dan ben ik gewoon overloaded met van alles en nog wat. Idioterie wat er weer gebeurt in Nederland met name. Ja, ook in de wereld. Maar dat ik denk van, ja, waar gaan we het over hebben, jongen? Wat een onzin allemaal. Laatst had ik ook nog zoiets. Ik denk, wat doe ik eigenlijk hier nog? Hè? Hou op met die onzin. Ja, ik ben het met jou eens. Alleen als je het zeg maar op een groter perspectief gaat zien, dan ga ik het eventjes anders uitleggen. Ik heb hier een matroeska staan. Hè. Ik denk, ik heb toch wel spulletjes gepakt. Dit is het universum. Dus dan ga je het uitkleden. En dan krijg jij hier bewijzen van een zonnestelsel. En dan krijg jij eventjes nog verder. Hè. Dan ga je nog verder. Dan krijg je onze aarde met de maan, zeg maar. Dan ga je nog verder. Dan heb je onze aarde. Zie je hoe klein we zijn eigenlijk. En dan ga je nog verder. En dan heb je wij hier, zeg maar. Hè? Daar zijn wij. Ja. Hermes Trismegistus heeft ooit gezegd, het is zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Ja, ik heb dat vaker gehoord. Ik denk, ja, wat kan ik er nou mee? Alleen als je het gaat voelen wat er gebeurt, dus ik ben echt praktisch, ik ben een steenbok, ik wil gewoon voor mezelf voorbeelden hebben. Dus ik heb ook gevraagd, als je aan het universum vragen stelt, krijg ik antwoorden. Altijd, ik schrijf al 2,5 jaar, iedere dag ook in mijn journal, in mijn dagboek gewoon. Dus iedereen kan die ingeving krijgen. Ik ben niets uniekers dan iemand anders. Als je vragen stelt, krijg je antwoorden. Dus dit zijn wij. En dit is het universum. Ja. Ik ben nog wat onhandig met die camera. En ik kom zo goed. Ja. Maar het zijn twee dezelfde. Als je goed kijkt. Ja. Alleen de een is groter, de ander is kleiner. Kortom, wij hebben een microcosmos in onszelf. Als ze die angst blijven uitzaaien en wij gaan ons zorgen maken, gaan wij die eonen zeg maar voeden. Die werelden, de spiegelwerelden. Als je een cirkel ziet, dan heb je zeg maar de onderste helft is onze stofwereld. Dat is waar wij nu in zitten, dat we door die stof gaan. En de volgende wereld is de spiegelwereld. Die wereld, die is in handen van de Aronten, de Arontische krachten. Voor mijn gevoel hebben wij dat zelf mede gecreëerd door dat we ons heel bewust zijn dat we die val hebben meegemaakt. Nou, en die wereld, die cirkel, daar kun je uit ontsnappen. Daar heb ik met Lusado afgelopen vrijdag een hele mooie video over gemaakt. Die duurt al 2,5 uur. Hij vertelt zijn levensreis. Echt kippenvel, echt op zelfwerkzaamheid. Echt, dat wordt echt een parel. Maar uit die wereld, dat cirkeltje, daar kun je uit ontsnappen. En daar kun je pas uit ontsnappen als je van die 2 tot 1 maakt en die dualiteit in jezelf opheft. Als ik jou nou die vraag stel, als je alleen maar buiten blijft kijken, ga je die dualiteit dan opheffen? Nee, dan wordt het alleen maar heviger. Ja. Dus je gaat eigenlijk voeren aan die duistere krachten die wij niet zien. Daarom klinkt het misschien zweverig, maar wij geven zich zeg maar de machten die wij niet zien, geven wij eten. En mensen die zijn misleid, zeg maar, dat is al erg genoeg. Die hebben dus heel veel donkere stukken in zich. In die podcast met Musale wordt er heel mooi uitgelegd. Ik ga dat nu niet laten zien, omdat hij dat heeft uitgelegd. Dan vind ik dat hij dat... Ja. Als je die link stuurt, dan zet ik hem onder de video. Ja, hij komt pas volgende week vrij, want het is nog heel veel montagewerk. Maar ik stuur hem jou sowieso via de app, zal ik nog wel sturen. Maar die donkere stukken zitten dus ook in jouzelf. En als je die donkere stukken in jou gaat oplossen, dan gaat, dat noemen ze ook wel de Heilige Geest, de Pimander, die gaat tot jou spreken. En dan kun jij dat gaan volgen. En dan word jij steeds meer, niet in de wereld, maar van de wereld. Dus je bent een reiziger door de wereld. Ja. Bouw hier een brug, maar de aarde is een brug, maar bouw er geen huizen. Maar dan heb ik een vraag. What the fuck, waar ben ik nou mee bezig? Want op deze manier kom ik daar natuurlijk never nooit niet. Ik kan me voorstellen, maar dat denk ik zo. Maar wat jij zegt, dat resoneert wel met mij hoor, trouwens. Ik denk, maar dat denk ik, daar ga ik even. Ik denk dat wat ik doe, dat kan ik doen, zodat een ander die reis kan maken. Zeg ik het dan goed? Ja. Wat doe ik mezelf dan aan dan? Ja, maar dat is alleen de vraag die jij kunt beantwoorden bij jouzelf. Want als ik hem voor jou ga beantwoorden, dan leg jij die autoriteit bij een ander neer. Ja. En ik snap dat, want ik stel ook heel vaak vragen. Dan heb ik contact met wat oudere mannen en dan zegt hij weer, ja, maar waarom vraag je het aan mij? Eigenlijk, dus ik ben daarin ook zoekende, hè.
Maar net als wat jij bijvoorbeeld doet, jij geeft mensen bewijs van hoop of steun, omdat ze nog niet alles kunnen overzien. Dus alles heeft een taak. En als ik dan nou bijvoorbeeld uit ga leggen waar de Jacobsladder is, hè, dat is eigenlijk die wenteltrap omhoog, dat is eigenlijk die wenteltrap naar de zevende hemel. Ja. En dus en heel veel dingen bestaan uit zeven, er gaan ook zeven godstralen in jouw hart stralen. En die zeven die kunnen zeg maar, zich continu afwisselen, maar dat is even lastig uit te leggen. Dat is 7 keer 7 is 49 en 4 plus 9 is 13. Ik wil nu niet die andere man zijn die heel goed is in numerologie bij dat, want die maakt ook hele mooie dingen. Dus, maar 13 is dus een heilig getal. 13 is een Christusgetal. 13 wordt heel vaak gezien als een ongeluksgetal, maar dat is niet voor niks een ongeluksgetal genoemd, omdat dat de Christuskracht is. Ja. Als jij dus jouw lichaam kunt zuiveren, dan heb jij 12 holtes bij jouw hersenzenuwen zitten. En die kun je dan vullen met licht. En dan komt de 13e kracht, is jouw Christuskracht. Dat is, en dan, als je dat zegt, dan hebben mensen die zo ontspoord. Maar het staat zo letterlijk in diverse boeken, staat het ook geschreven. Maar mensen dienen het dan te voelen. Dus 13 is een magisch getal. Waarom is heel veel 12? Je hebt 12 provincies, je hebt 12 maanden. Eigenlijk had je vroeger 13. De 12 ridders van de ronde tafel met koning Arthur. De 12 apostelen hè, en Jezus is 13. 12 ridders met Arthur is 13. Ik voel het nou in één keer stromen, Peter. Joh. Er zit zoveel symboliek in waar wij zijn verleerd. En ja. Nogmaals, ik heb heel veel altijd aan jouw video's, daar heb ik heel veel aan gehad, heel veel naar gekeken. Dus daardoor kun je op een gegeven moment hoger vliegen. En alleen op een gegeven moment kreeg ik dingen dat ik denk, hey, met de Q, daar volgens mij klopt het niet. Staat overigens ook in de Bijbel geschreven over Q, hè, kennen. Daar kunnen we ook nog wel iets over zeggen. Maar jij zag er ook op een gegeven moment op, dat je denkt van, hey, het klopt niet, of iets klopt er niet. Ja. En dan is het niet zwart of wit, want dan zal het echt wel grijs zijn. Hè, want we zitten in een dualiteit. Dus ook ik maak me er ooit schuldig aan. Dat ik dan zeg, oh, dan is hij fout of hij goed. Maar zo is het niet. Want zelf doe je ook, zeg maar, ooit minder goede dingen. Zoals ja. Ik ook. Alleen als je ervan bewust bent, dan kun je dat oplossen. Ja. Maar je hebt een karmabeker, een godin nemesis, dat is de karmabeker. Die kun jij nooit ontlopen. Er is niet zo iemand die boven jou gaat kijken, wat heeft Peter allemaal gedaan of Leon allemaal gedaan. Maar er zijn gewoon natuurlijke ritmes. Dus als jij daar niet op mee vibreert, bouw jij karma op. Die karma komt in jouw microcosmos te zitten. Dat is dus eigenlijk een soort gevangenis, waardoor jij dingetjes niet kunt doen. 12 zit ook trouwens in de dierenriemtekens, 12. Maar die dierenriemtekens, dat is ook een gevangenis, dat is ook een matrix. Ja. Wij worden daarin bewust opgesloten. Ja. Maar dat is haast niet tastbaar, dus het is zo lastig uit te leggen. Nou ja, kijk, precies. En daar ga je dus. Het is heel lastig uit te leggen. En voordat je het weet, wordt het zweverig. En dan haak ik, ben ik de eerste die afhaakt. Dat is makkelijk zat. Ik heb echt heel veel gedaan in mijn leven, dames en heren. En ik kan ook iets met mijn handjes. En ik voel en ik weet je. Maar ik probeer wel het zo nuchter mogelijk te blijven doen. En ik ga daar niet. Ik heb nog geen blauw jurkje aan in ieder geval. Maar. Ik ook niet, nee. Daar hou ik me verder van. Nee. Maar hey, trouwens, blauw jurkje. Jomanda, ik weet niet. Maar die kon wel wat. Dat is, die was. Hè, ik weet niet wat daar gebeurd is met de blauwe jurkje. Maar die was niet gek. Maar vroeger had je ook priesters, hè? Bijvoorbeeld vroeger had je koningen. Hermes Trismegistus was een koning en een priester, dat was een magier. Vroeger had je dus nog echte magiërs die heel veel dingen konden. Ja. Eigenlijk heb jij zelf een soort goocheldoos, zeg maar. Een goocheldoosje, zeg maar. En die is gewoon leeg. Er wordt geboren met een lege goocheldoos. Als jij je gaat ontwikkelen, dan komen daar steeds meer spullen in. Ik leg het even op een speelse manier uit. En dat ga je dan voelen. Maar dat kun je alleen zelf voelen en ervaren. En om die jezelf te ervaren, zit nu het ego ertussen of niet? Ja. En ja, is het goed voor mezelf? Is het goed voor de ander? En is het goed voor het totaal? Als daarbij die drie ja is, dan komt het vanuit je hart. Dat is voor mij een gouden stelregel. Ja, oké. Okay. Ja. Even in dat Q-verhaal, daar was je ook al redelijk stellig in. Ja. Voor degene die het niet gezien heeft, wat was jouw visie erop? Of wat is jouw visie daarop? Nou, het is zo, zeg maar, het zit gewoon zo goed in elkaar. Net als met Q ook, dat ze jou proberen te vangen. Dus eigenlijk, als je de mainstream media volgt, dan denk je van, bewijs van, dan zeggen ze van, die mensen zijn minder, die slapen. Hè? Dat is eigenlijk een bewustzijnstoestand. Dus dan sta je op een lagere treden van de Jacobsladder. Ja. Als jij steeds bewuster wordt, dan proberen ze jou, die argon, proberen jou te vangen. Want je moet eigenlijk zo zien, die spiegelsfeer,
Daar zijn eigenlijk des voor ons nu niet zichtbaar. Er gebeurt heel veel, er zijn hele duistere krachten werkzaam. Dus als wij die illusie hebben dat we dat kunnen beïnvloeden, we kunnen alleen maar beïnvloeden door onszelf zuiver te houden. Dus ook Q kunnen wij niet beïnvloeden. Die worden gewoon gestuurd. Als je kijkt naar een Trump, ik vind het ook heel goed. Hij heeft nooit een oorlog veroorzaakt. Dus dan denk ik, chapeau, vind ik goed. Ja. Alleen als je dan gaat kijken, hij is wel de dingen allemaal aan het promoten en alles. En dus heel veel dingen spreken elkaar tegen. En dan ga je op een gegeven moment, dan ga je in het begin overal met die verhalen mee. En dan hè, dat zul je wellicht beamen dat je denkt, hey, dan heb je links, dan rechts, dan dit, dan dit. En iedere keer komt het niet uit. Dan denk je, dat is opmerkelijk. Ja. Dus dan zitten we bewijs van, als we niet opletten, de mensen die de mainstream media aan het volgen zijn, zitten we uit te lachen. Terwijl we zelf net zo goed voor de gek worden gehouden, omdat we naar een ander theater zitten te kijken. En dat is het theater dat daar plaatsvindt en het andere theater vindt daar plaats. En naar het theater in onszelf, die reiniging kijken, omdat we dat vergeten. Omdat we het niet weten. Dus dat is ook geen schande. Nee, precies. Okay, we zitten in een matrix, hè? Dat. Hoe komen wij daaruit dan? Kun je daar voor jezelf uitkomen? Want nogmaals, jij kunt voor, ik hoor een heleboel mensen zeggen, ach, ik ben 5D. Nou, en die is 12D. Nou, dat zal allemaal gerust. Ik weet ja, daar wil ik ook wel iets over zeggen, want daar heb ik ook anders gevoeld. Ik heb er wel een podcast over gemaakt, die heb ik nog eens teruggekeken een tijd terug, van 3D naar 5D. En het 5D is eigenlijk gewoon jouw hart. En 3D is eigenlijk, dat is eigenlijk ook een beetje een new age taal. Ik zeg niet dat het helemaal verkeerd is. Ik vertel even hoe ik het ervaar en ik het voel. En als andere mensen het anders ervaren, prima. En ik heb het ook uit die boeken van Hermes Trismegistus. En ik denk, daar resoneert helemaal met mij. Heel veel mensen die in 3D zitten, dat is eigenlijk jouw backup bewustzijn. Dus dat is jouw mild leversysteem. En dan is die plus geladen. Dat is dan een pluslading. Jouw hart is dan min geladen. Als jij dan gaat kijken, dan ga ik even hoger zitten, zeg maar of zo. Dan ga je van je mild, dan gaat het zo stromen. Dus dan gaat jouw mild leversysteem gaat jouw hart verontreinigen. Die bevuilt jouw hart. Als jouw hart bevuild wordt, jouw hart pompt dan verontreinigd bloed rond, waardoor al jouw organen besmetten. En dat is niet besmet, maar dat is gewoon geestelijk besmet. Daar krijg je die donkere stukken in. Als jij dus die polen gaat draaien en jouw hart gaat reinigen, wordt jouw hart een pluspool en jouw mild leversysteem, jouw bekkenbewustzijn, dat is eigenlijk meer jouw ego, een minpool. Dan gaat die stroming die gaat naar beneden. Dan gaat jouw hart dat reinigen en dan wordt jouw hart leidend en het onderste wordt dienend. Dus jij gaat vanuit jouw hartbewustzijn, vanuit jouw eenheidsbewustzijn leven. Het 5D, van 3D naar 5D, dat is niet juist, want dan zeggen ze in één keer, dan ga je naar 5D, maar dan sla je je hart over. Jouw hart dien je te reinigen. Dat zijn eigenlijk jouw spiegels van binnen, van hey, waar zitten mijn donkere stukken? Waar word ik door getriggerd? Bijvoorbeeld het filmpje van Leon, hè? Bewijzen van klootzak, waarom zegt hij dat zo? Hij ziet het helemaal verkeerd. Misschien zie ik het dan verkeerd, maar wat triggert jou daarin? Zo ik ook dingetjes heb waarin mensen mij triggeren. Ja, dan kinderen bijvoorbeeld. Af en toe. Nee, dus er zit een hele andere zienswijze op. Als je dan nu doortrekt op de aarde, die magneetpolen zijn aan het switchen. Ja. Doordat die magneetpolen gaan switchen, gaan die algonten heel veel kracht verliezen. Dat weten ze, dus ze hebben haast. Waar ik dan voel, maar ik weet niet of ik dat juist voel, is als mensen dus inwendig te werk doen en in zichzelf die polen gaan verwisselen, dan kan die aarde makkelijker die shift maken. Dus als wij veel te veel buiten blijven zitten en wij gaan niet aan onze eigen stukken werken, en die stukken is heel simpel, wie triggert je, wat triggert je, waarom triggert het je, hoe, en gewoon vragen stellen en dan komen er antwoorden. Je dient er alleen wel rust voor te nemen. En even als toeschouwer naar die Isle of Man kijken, net als dat filmpje. Ja. Dat geeft het dan zo duidelijk weer. Ik weet niet of ik het zo duidelijk heb verwoord, want ik kan ook ooit in mijn enthousiasme heel door blijven vertellen. En het maakt niet uit. Maar dat is juist. Hey, maakt niet uit. Ik bedoel, als ze vragen hebben, dan moeten ze jou. Jouw gegevens zet ik sowieso onder de video. Als ze vragen hebben, moeten ze bij jou zijn. Moeten ze ook niet bij mij zijn. Maar feitelijk zeg je van als. Maar, en we hebben het ook over collectieve gedachten, weet je, dat we met het collectief iets kunnen veranderen. Hè? En in dit verhaal van die duistere machten, die duistere krachten, en wat jij zegt, die zijn zo groot, dat kunnen we niet beïnvloeden. Kunnen we, maar in jouw beleving, kunnen wij dan collectief iets veranderen? Of gaat het gewoon veranderen? Want ja, wat jij zegt, die polen veranderen. Ik zag ook al, en dat is iets wat ik al 2 jaar geleden al zag.
is dat de tijd sneller gaat. De aarde draait ook sneller. Dus de tijd is ook sneller. En dat heb ik, nou, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar de laatste paar, nou, zeker de laatste jaar. Het tijdbesef is gewoon bizar. De dagen die vliegen soms om. Ik heb geen flauw idee waar het blijft. Ik kan misschien ook met leeftijd te maken hebben, weet ik niet. Maar. Je bent net 40, Peter, toch? Hè? Je bent net 40, toch? Ja. Dan houd je jong die podcast. Jij mag blijven. Maar kunnen wij iets veranderen of gaat het gewoon veranderen? Maar jij zegt, ze hebben haast. Hè? Die donkere machten, die hebben haast. Ze trekken ons naar buiten, zeg maar. Dus punt 1, die tijd gaat sneller. Ja, dat komt, als je bewust wordt, gaat de tijd sneller. Dus dan word je eigenlijk geholpen om sneller door deze tijd te gaan. Door deze vervelende tijd heen te gaan. Hè? Want af en toe dan vind ik het heel mooi en bijzonder, maar af en toe denk ik ook van waar gaat het naartoe? Hè? Dus als ik denk van ik leef op een roze wolk, ik ben ook wel realistisch dat ik denk, alleen dan ga ik me verdiepen, dan ga ik vragen stellen, dan denk ik, ja, waar is dan de bedoeling? Die bedoeling is om die sleutel naar bevrijding in jouzelf te zoeken en daarmee help je het collectief. En dan kom je weer terug op de eonen, je hebt de 12 eonen en de 13e eon is het de Christusbewustzijn. Dus er zijn heel veel mensen achter de schermen die niet zichtbaar zijn. Die zijn die stuk in zichzelf aan het reinigen. Dat hebben ze al gedaan. Waardoor de nieuwe aarde al geboren is. En je daarop mee kunt vibreren. En er zijn genoeg mensen die er nog niet op mee kunnen. Nou, dan komt dat in de volgende tijd wel. En hoe dat precies gaat. Ja, die glazen bol heb ik niet. Daar kan ik. Wat ik nu zeg, daar voel ik voor mijn gevoel heel zuiver aan. Ik denk, ja, dat resoneert zo met mij. Ik ben al zo lang aan het zoeken. En dan ga je op een gegeven moment inzoeken en dan ga je wandelen met mijn hond. En dan komen die dingen zo pad naar binnen. Zo, poef. En dan moet ik schrijven en dan denk ik van oké, dankjewel. En dan, ja. Dus wij kunnen er heel weinig aan doen door alleen maar uitwendig, zeg maar, alleen maar films te kijken van wat gebeurt er in Rusland? Wat gebeurt er daar? Wat gebeurt er daar? Natuurlijk, je wil misschien wel iets weten, maar ja, heel eerlijk, wat er daar in Ter Apel gebeurt, ja, ik kan er niet meer aanzien. Ik denk, ja. Helpt het mij naar bevrijding? Eigenlijk niet, want ik word er alleen maar chagrijnig van. Word je chagrijnig, ga je lager trillen. Dus dan ga je. Ja. Dan word je eigenlijk weer in die aarde getrokken, eigenlijk. In die klei, zeg maar. Terwijl je eigenlijk daar een beetje, zonder te gaan zweven, van los wil komen. Je wil er je eigen niet aan hechten. Dat is meer het goede woord, denk ik. Ja. Nou ja, kijk, en dan nogmaals. Dan komen we terug op mijn vraag van. Ja, die moet ik natuurlijk aan mezelf stellen. Wat. Kijk, ik krijg echt heel veel reacties van mensen die het mooi vinden wat ik doe. En dat is natuurlijk prachtig. Maar heeft het toegevoegde waarde wat ik doe? Snap je? Het is natuurlijk mooi dat ik mensen een goed gevoel geef. Dat is natuurlijk prachtig. En ik vind het ook leuk hoor, maar dat doe ik er niet voor. Maar heeft het toegevoegde waarde? Want eigenlijk, bijvoorbeeld wat jij ook zegt. Eigenlijk zou ik gewoon moeten stoppen. Waar ik trouwens ook wel eens vaak aan denk. Ja, maar het is de vraag eigenlijk, wat brengt het jou? Hè? Als jij zegt, als je het erover hebt, dan begin je wel te stralen. Of dan is het wel jouw bewijs van jouw ding. Dat je denkt, ja. Hey, dat vind ik leuk om te doen. De vraag is eigenlijk, die je zelf kunt stellen, is waar sta jij? Hè? En als het antwoord is van, ja, ik vind dat leuk om te doen. En ik krijg er energie van, het levert mij energie op. Als jij het niet had gedaan, had ik hier nu niet gezeten, Peter. Dus in dat opzicht. Ja, nee, maar dat is. Ik heb die vraag aan mezelf heel vaak gesteld. Maar het is een. Ik weet het ook niet eens. Ik moet dit gewoon doen. Ik zeg maar, geef het maar een draai. Ik weet het niet. Ik moet dit gewoon doen. Ik vind het echt niet altijd leuk, maar dan ook niet. Maar op een of andere manier, ik moet dit doen. Luister, sommige mensen, ja, ego. Nou, gefeliciteerd. 10 punten is het al. Ik weet het niet. Maar ik moet dit gewoon doen. Het kost me klauwen mijn geld. Dat is ook nog een keer een feit. Maar toch. Een of andere manier, ik stop hier niet mee. Hier komt een sterke overtuigingskracht bij jou naar boven. En dan mag je dat gewoon doen. Dan is dat toch prima. En natuurlijk, er zijn mensen die zeggen, je hebt een ego. Want iedereen wordt wel eens een keer geraakt. En als je een keer geraakt wordt en je laat dat zien. Dan wordt dat uitvergroot en al die andere dingen dat goed ging. Ja, daar zijn heel veel mensen dan vergeten. Omdat ze eigenlijk, wat je dan ziet, dat jij geraakt wordt. En jij bent een beetje iemand die dan bekender is. Dan gaan ze zich daarop projecteren. Dus dan gaan ze eigenlijk die donkere stukken herkennen. En dan geven ze bijvoorbeeld af op jou. Wat is hier, Peter? Maar zo werkt het in principe wel. Terwijl ze eigenlijk een oordeel vellen over zichzelf. Want als je een oordeel velt over iemand anders, je kijkt continu in de spiegel. Die film van de Heilige Graal die ik heb gemaakt, dat je uiteindelijk op het laatste die clue naar boven kwam.
je ziet jezelf en je zag die man ook schrikken. En ik weet niet of je hem gezien hebt. Ja, ja. Maar zo voel ik het ook echt. Ik heb in anderhalf jaar geleden, ik zou graag een keer bij Peter Bierhoff in de uitzending willen komen. Ik denk, dat heb ik toen echt, heb ik ook tegen Joyce gezegd. Maar ik weet, als je heel veel dingen uitspreekt, uiteindelijk komt dat een keer. En toen heb ik je een keer contact gelegd, want ik denk van, ik vond het ook, omdat wij zien met zelfwerkzaamheid, het kanaal, dat jij dingen met je hart doet, van, dan is het eigenlijk ook mooi om jou een keer op het podium te zetten. Maar ja, jij wil niet zo graag op het podium. Maar misschien zou dat wel ooit zijn als je later denkt, oh, misschien is het eigenlijk toch wel iets. Want ja, en als je denkt, het is niks voor mij, ja, dan moet nee, je het uit. Nee, maar dat is dat, ik heb dat, ik doe, heel af en toe doe ik dat wel eens, hè, want dan word je weer uitgenodigd ergens. Maar ook, dat is echt waar, dat geeft mij geen energie. Ik word daar niet vrolijk van, ik word daar, sterker nog, ik word daar ziek van. Letterlijk ziek word ik daarvan. Ja, dan moet je het niet doen. Nee, dus dat moet ik niet doen. Ik heb dat een paar keer gedaan en iedere keer ben ik ziek. Dan ben ik gewoon echt ziek, omdat ik, nou ja, bla bla, ik moet al die energie en ik moet mezelf leren afsluiten, want dat kan ik dus niet. En alles staat open op een of andere manier en ik voel alles. Ik voel alles en dat is niet fijn. En op dat moment niet, maar als ik in de auto zit, dan ben ik ook ziek. Ja, dus dat ik doe snap ik het word daar wel. niet vrolijk van. Ja. Dus, maar die keuzes, die dien je dus van één ieder te respecteren. En wat iemand, ja, dat is jouw weg, toch? Dus, ja, maar heel veel, ja. En jullie wilden hier komen en de dag een opname maken. Ik denk, mijn god, kom op. Wat ga je nu doen hier? Wat? En, nou, ik denk, dat gaan we weer. Waar moet ik toch met die Brabanders? Nee. Nou ja, dus dat. Nee, maar ook wij, net als met zelfwerkzaamheid, wij doen die dingen. Dat doe ik met mijn vader, dat is overigens wel zo gaaf. Ja. Met mijn vader, heel ander gesprek als jaren geleden. En wij doen daar ook pro deo. Maar als je ziet wat wij ervan geleerd hebben, hoe mooie mens wij hebben ontmoet, ja. Wat er allemaal is gebeurd. Maar dat is met jou, idem dito. Voor jou is ook in de sneltrein gegaan allemaal. Ja. Ja, en wat jij zegt, in een hele korte periode echt heel veel mooie, interessante mensen gezien en gesproken, weet je wel. En dat maakt het heel bijzonder. En dus dan, kijk, al die social networks, zeg maar, Facebook, dat was niks sociaal aan, maar dan ook niks. Maar de laatste 2 jaar, doordat hetgene wat wij dan doen, in één keer dus wel. Dus het bracht echt wel mensen, het coronafeest heeft echt wel mensen samengebracht, maar dan ook wel. Zo zie ik het in ieder geval wel, ja. Ja, door die dualiteit wil je eigenlijk die matrix, die aquarium, daar willen we eigenlijk uit. Ja. Ja, dus we zijn eigenlijk aan het zoeken van met z'n allen, zeg maar. Eigenlijk lopen een beetje als blinde hond. En dan zeg ik ook altijd van, je moet nooit iemand volgen die bewijst, want dat je denkt, die heeft dan één oog. Want in het land dat blind is, één oog koning. Ja. En in Matthäus 24 staat ook, als iemand zich nou aangeeft als profeet, dan word je misleid. Je dient altijd zelf die dingen te voelen en nooit afgaan op iemand anders. Echt, kan niet vaak genoeg benadrukken. Daarom heet ons kanaal ook zelfwerkzaamheid. Ja. Mensen dienen dat zelf te doen. En dan komen er ook gewoon hele mooie mensen op ons pad. Wij hebben bijvoorbeeld met zelfwerkzaamheid, heb ik ooit vanuit ego ooit mensen gevraagd om te doen. En dan liep dat niet, of dat kwam niet van de grond. En dan kreeg ik ook door, Leon, laat dat nou gewoon los. Laat ons daar nou bewijs van gewoon regelen, even tussen aanhalingstekens. En dan liet ik dat los en dan kwamen er andere mensen. Bijvoorbeeld een vrouw die 10 jaar geleden een TIA had gehad. Ik kon heel moeilijk uit de woorden komen, maar ik voelde wel, ik dien me haar een podcast op te nemen. Neem ik me haar een podcast op, hè, want ik zag haar toen een paar keer staan bij zijn netwerkborrel was dat. En ja, daar stond dan vaak niet zoveel mensen bij. En ik voelde aan haar dat zij meer wist. Podcast opgenomen was super gaaf. We hebben wel heel wat moeten knippen, omdat ze wat ooit niet uit de woorden komt. Nou, dan knippen we dat gewoon, dat is maar extra werk. Ik mocht daarna bij haar een behandeling doen. En daar zijn dus synchroniciteit. En er zat dus iets bij mij om dat me tegenhield in het verder groeien. Dat zei ze ook. En toen ik was geweest, was het weg. Ja. Maar wij zijn dus verleerd in het moment die dingen te voelen. Wat gebeurt er nu? Ja, nee, ik geen tijd. En dat is dus dat rondje waar je continu race. Dan zie je die bloem, die vlinder. Je ziet al die dingen, die signalen, diertjes op je pad. Ik heb een keer een kikker op mijn pad gehad. Dat ik dacht, moet ik met mijn werk nou dat of dat doen? Die kikker zat op de weg en die bleef gewoon zitten. Ik kreeg hem niet van de weg afgeduwd. Dat was gewoon de boodschap. Leon, blijf zitten waar je zit. Ja. Ja. Maar dat krijg jij ook, dat krijgt iedereen. En als je erin gaat verdiepen, in het begin was ik er nog heel onwetend in, heel onwennig. Ik denk, ja, maar dan ga je steeds meer in groeien. Net als een plantje, moet je ook aandacht geven, dan gaat het groeien. En als je dat daarmee doet, dan ga je veel meer dingen zien. Alleen dan moet ik wel, bij wijze van het materiële, veel minder geld verdienen allemaal. Ja, dat heb ik moeten laten varen. Ja. Nou ja, precies. Dus dat.
Er was nog iets waar we het over wilden hebben. Sorry? Er was nog iets waar we het over wilden hebben. En ik ben het even weer kwijt. Oh ja, ik heb wat met mijn Jij vader is lult uit. zoveel, dat ik weet het niet meer, jong. Ja, maar dat is op een gegeven moment als vanuit mijn hart dat ik dingen. Ja, het is meer Maar enthousiasme. dat is Leon, en dat meen ik ook serieus. Dat is het mooiste wat er is. Gewoon, bam, ga. Ga met die banaan en geen script. Hoppakee, go. En dan komt het namelijk uit je hart. En dan is het geen, oh, ik heb dit gelezen. Weet je, niks. Ik hou er niet van. En ik weet zeker dat mensen daarop aanslaan. Dat is gewoon zo. Ja, nee, het moet echt, als het vanuit je hart komt, dan is, ja, dan heb je ook geen belemmering of dat je continu moet Nee. nadenken, mag ik dit zeggen? Want dan zeg je het gewoon, ja, zoals je het ervaart. Nee, Ja. wat ik nog wou zeggen met mijn vader is uiteindelijk, doordat ik dit allemaal ben gaan doen, zeg maar, zit er een vertraging op de lijn? Of? Nee, zal wel niet. Nee, doordat ik dit met mijn vader ben gaan doen, is uiteindelijk ook iets anders geboren. En dat is boodschap vanuit mijn hart. Dat wil ik toch wel even vertellen. Dus hier dat kistje, dat heeft Joyce geschilderd. Dat logo is ook heel bijzonder ontstaan. Er zijn de drie ingangen naar het hart: lichaam, ziel en geest. We zijn een drie-eenheid en alles draait om het hart. Ik kan er vooral over vertellen hoe dat logo is ontstaan. Heel bijzonder. En er zit in dit kistje, gepersonaliseerd, zit dan een USB-stick in. Die USB-stick die had ik al een jaar of vijf. En uiteindelijk ben ik er nu pas iets mee gaan doen. Ik voelde, ik moet er iets mee doen. Er staat ook weer een mooi hart op. Ja. Ja, ik hou nou op zijn kop, maar in ieder geval Even, zo. ja. En wat doen we dan? Dan maken wij levensreisopnames van mensen die op het ja, einde van het leven zijn, of in de herfst of winter van het leven. We hebben mensen video's opgenomen die 70 zijn, 80 zijn, 90 zijn. Het mooie is als ze nog goed helder zijn, die verhalen die eruit komen. En iedere keer mensen ontroerd, de kinderen, kleinkinderen, vaak de kinderen tot en met tranen geroerd. Heel veel dingen wist ik niet van mijn ouders. Die krijgen andere gesprekken. En zo voel ik dat ik op het kleine ook weer bijdraag om mensen horen te laten trillen. Waar ik nu bijvoorbeeld zeg, dat ga ik in zo'n interview natuurlijk niet vragen. Ik stem het dan natuurlijk af. Hè? Wat willen de mensen? En dan ga ik wel kijken van waar liggen de groeipunten, zeg maar. En dan, ja, dan krijg je zo'n mooi verhaal. En dan filmt mijn vader met drie camera's. Maar dat is boodschap vanuit mijn hart.com. Ja, en dat is ontstaan na zelfwerkzaamheid. Dus als jij nieuwe dingen doet en je denkt in het begin, ja, moet ik dat wel gaan doen? Maar jouw stem van binnen zegt, ik moet dat gaan doen. Dan zeg ik gewoon, ga dat doen. Ja. Ik werkte in het begin 5 dagen in de week samen met een ondernemer. Ik hikte er zo tegenaan van, dan moet ik minder gaan werken. Maar we hebben samen iets en dit. In ieder geval de onderneming dan. En ik was met hem gaan spreken, dat kreeg ik ook door leren. Ga nou gewoon dat gesprek aan, want dat is gewoon iets wat in de weg zit, wat helemaal niet hoeft. Misschien je ego of zo. Ik ging dat gesprek aan, hij zei, zeg maar hoeveel dagen je wil werken. Hij zei, ik snap jou voorkomen zit, hij door al die trammelant hier, begrijp ik precies. Nou werk ik 2 dagen daar, ik doe 3 dagen dit. Ja, ik heb financieel wel heel veel dingen moeten loslaten, maar we redden het nog allemaal. Ja. En nou doe ik iets waar mijn hart bij ligt, wat mensen een lach op het gezicht geven. En dan denk ik van ja. En dat heb ik jaren niet gedaan. Ik was vestigingsmanager bij een grote Mercedes dealer, 50 man personeel. Ik was een mensenmens. Ik had alleen maar gezeik van boven naar beneden. Van bo ik denk, ja, ik werd gewoon een robot. Ik werd gewoon, ik ging er echt aan stuk. Ja. Zoals jij bijvoorbeeld zegt, daar ga ik aan stuk mijn interview. Hier ging ik echt aan stuk. Dus, en dan ga je niet in de ziektewet, dan zeg je gewoon van ja, ik stop ermee. Ja, dan kom je thuis, ja, ik stop. Oh, dat is Ja, goed. het is wel iets, wel in overleg gegaan. Maar dan heb ik, maar net als bij jou, bij Heidi, die zal ook een hele sterke vrouw zijn die jou steunt. Want als ik bijvoorbeeld voor mijzelf met Joyce, ja, als ik Joyce dan niet heb, dan die helpt mij er allemaal ook doorheen. Ja, nou ja, precies. Wat jij ook zegt. Zonder kan niet. Zonder kan niet. Ik bedoel, we hebben twee bedrijven. En zonder Heidi kan het helemaal niet. Dat is. Nee, dat is een utopie. Kan niet. Onmogelijk. Ja. Ja. Nee, dus alles, vaak is wat je het meest helpt, is dus niet zichtbaar. Dat wil ik eigenlijk een beetje meegeven. Dus bij mij is dat dan Joyce, misschien bij jou Heidi, misschien. Maar als ik voor mezelf praat, is dat, Ja. ja. Nou ja, Dus. kijk, dat is ook zo. Dat vergeten mensen ook, denk ik. En ook wel weer logisch, want daar ga je het ook niet iedere keer over hebben, want dat wordt ook zo'n afgezaagd verhaal. Maar het is een feit dat je hebt gewoon ook zelf, jij ook, iedereen heeft backup nodig. Want anders wordt een hele eenzame strijd. En dat ga je niet redden in deze. Ik bedoel, ik ken ook andere jongens en meisjes die dit werk doen. Sommigen die staan er eigenlijk alleen voor. Ik hou mijn hart vast. Ik ben bang dat ze het niet gaan redden. Het lukt niet.
het is te veel dan in één keer. Ja. Ja. En zeker, dan... als jij de brenger van het nieuws wil zijn, en als dat jouw ding is, dat zou natuurlijk kunnen, dan bij de voortgangsdag zit je in de ellende van anderen. Mensen gaan, en wat je ook zegt, mensen gaan aan je hangen. En dat, sommigen vinden dat misschien helemaal prima, dat zal gebeuren. Ja, maar je voelt dat zelf misschien wel. Hè? En als je niet oplet, dan vreet het je zeg maar, van binnen op. Hè? Zeg maar, hè? Dus ik heb ook wel heel veel dingen aangevoeld bij mezelf. Dat ik denk, daar moet ik wel even voor opletten. Of dat je ego ertussen komt staan. Dat is wel mooi. Oh, nee, Leon, dat moet ik niet doen. Of dat, nee. Voor mezelf, als ik dan voor mezelf praat. Maar dus als ik continu bij wijze van het nieuws zou willen brengen. Zo, ja, dan zou ik aan stuk gaan. Dan zou ik echt aan stuk gaan. Want dan sta je continu sta je aan. Ja. Maar jij maakt ook niet iedere dag een filmpje. Nee, nee, niet iedere dag een filmpje, maar door, kijk, dat is gewoon een feit. Ik heb mijn radio natuurlijk nog, dat is 2 keer in de week, en ik hou wel het nieuws bij. Ik heb iemand, er is ook een journalist, Suzanne, die maakt voor de radio, die doet het nieuws. Dus ik hou wel constant het nieuws bij. Ik ben wel constant bezig met nieuws, want dat is wel wat ik doe. En maar soms denk ik ook wel van, ja, wat jij ook in het begin van het gesprek, ik moet hier gewoon mee stoppen. Want ik hou dus alleen maar mensen dus vast in die cirkel. Eigenlijk is dat wat ik doe. En, nou ja. Maar sommigen zeggen, nee Peter, ik heb er echt veel, nee, jij zegt zelf ook, ik heb er heel veel aan gehad dat je dit doet. Maar eigenlijk ben ik dan wel degene die het spul in de matrix houdt. Ja, en ja. We stoppen ermee, Leon, het is klaar. Nee, dat vind ik lastig om te antwoorden. Maar je zou en kunnen doen, hè. Kijk, want... alles heeft een reden. Ja. Niet dat zomaar gebeurt. Hè? Dus het is vooral bij jezelf voelen. Van waarom doe ik wat ik doe? En als mensen allemaal teruggeven van... ik heb er heel veel aan. Het is ook een soort... wij zijn de aarde is een rijpingsproces voor de ziel. Hè? Bij ons zielenbewustzijn dient hier te groeien. Hè? Bij sommigen is die nog niet rijp genoeg om dat in dit leven te doen. Dus dan moet er nog... Dus alles heeft een taak. Het zou arrogant zijn of egocentrisch zijn om te zeggen, als ik bijvoorbeeld zou zeggen, dat heeft geen nut. Want dan praat ik vanuit mijn ego. Alles heeft een reden. En er zijn mensen die hebben dit nodig, of die hebben dat nodig. Dat kan iedereen dient daar zelf te bepalen. Maar overal waar te veel voor staat, of te veel staat, is niet goed. Dus als ze alleen maar met het nieuws bezig zijn, dan word je daardoor opgeslokt, word je daardoor meegenomen. Ja. Werkt het bevrijdend? En als daar het antwoord nee op is, dan dienen mensen te gaan vragen van, oké, Wat dan wel? Ik zat bijvoorbeeld te denken met jouw radio. Ik ken bijvoorbeeld mensen die... iemand die heeft een labyrint om te lopen. Dat is een... ik weet niet of je weet wat het is. Labyrint, ja. Dat is een zielenpad van je leven dat je dan loopt. Als je daar gaat lopen, is zo bijzonder. Stel je een vraag, krijg je gewoon daarna antwoorden. Een dag daarna of 2 dagen daarna. Dat is echt bizar. Zo iemand zou bijvoorbeeld heel mooi iets in jouw radioprogramma kunnen vertellen. Ik noem maar even iets. Die kan er heel erg uitleggen. Dat mensen weten, dat of dat kan ik ook gaan doen. Want heel vaak ga je naar een soort reader of noem maar op. En daar heb ik niks op tegen. Maar heel veel, als je niet oplet, zitten in astrale velden te werken. En dat is heel vervuilend. Dus ik let daarvoor op. Ik vind dat een beetje tricky, zeg maar. Ja. Je hebt natuurlijk wel het kaf van het koren. Dus ik wil niet generaliseren. Maar je dient in deze tijd echt zelf die dingen te doen. Nou ja, ik snap wat jij wil. Maar het is inderdaad, mensen zoeken het heel snel wel weer bij een ander. Ongeacht wat je doet, of het nou kaartleggen is of in zo'n labyrint of weet ik mee wat. Nou ja, labyrint is iets anders. Maar of naar een magnetiseur of weet ik mee wat, een healer of een handoplegger. Het is allemaal mooi en ik weet dat heel veel dingen ook werken, maar het is niet de oplossing. Nee, en sommige mensen die hebben, daar heb je een goed gevoel bij en daar mag je... Je dient dus echt te voelen van, werkt dit voor mij? In plaats van, ga vlug daar naartoe of daar naartoe. Dus zelfs als je hoofdpijn hebt, kun je wel een aspirintje pakken. Maar als je weet wat erin zit, dan pak je het niet meer. Nee. Dus, hebben we alles besproken, Peter? Of, Nou ja, weet je, ik zet jouw gegevens eronder van al jouw projecten die je nu doet, ook samen met je vader. Want dat is wel heel mooi. Ik hoop sowieso dat mensen naar jou gaan kijken en jou gaan volgen. Dat sowieso. Want uiteindelijk willen we allemaal iets doen. Hè? Je wil iets delen met een ander. Ik wil nog één dingetje, maar dat is even een zijweggetje. Fijnstof verhaal. Ik heb vanmiddag... Ja, fijnstof. Oh ja. Vanmiddag heb ik een filmpje gedaan.
Even snel, want dat had ik ook van jou gehoord. En ik had ook wel weer van anderen gehoord. En dan in één keer, als ik een paar keer hoor, dan denk ik, ja, dan moet er toch iets van, moet er ook iets mee. Dat fijnstof, dat wordt een ding. En fijnstof, nanotechnologie, dat wordt een ding. Nou begon niet te haperen. Ik denk, nou ja, fijnstof. Ik heb altijd in de auto's gezeten. Ik heb zelfs HTS autotechniek gedaan. Ik heb me Ja. eigenlijk altijd afgevraagd van, hoe kan dat toch dat die deeltjes steeds kleiner worden? Toen zei een automonteur ooit tegen mij van, toen zei hij al 20 jaar geleden, zei Leon, die auto's die worden steeds schoner, maar het dringt allemaal steeds dieper door tot je longen. Dat ben ik eigenlijk nooit vergeten. En tot een tijd geleden, toen attendeerde iemand mij er weer op en toen ging ik dingen luisteren. En toen viel er meteen alle kwartjes. Ik denk van, verdorie, dat ik dat nooit gezien heb. Ja. Auto's, dus er zitten steeds meer schonere uitlaten op. Dus die deeltjes worden steeds kleiner. Vroeger waren die deeltjes groter dan 25 nanometer. Nu zitten ze onder de 10 nanometer. Dat wil dus zeggen, als je die deeltjes inademt, gaan ze rechtstreeks door je bloed-breinbarrière. Daarom hebben dus heel veel mensen die dementie krijgen of die ziek worden, chronische ziektes. Ja, virussen bestaan dan eigenlijk niet, want dat wordt eigenlijk veroorzaakt door die exosomen. Op de website zelfwerkzaamheidslijst nano staat een luisterfragment. Als mensen dat luisteren, dan kunnen ze veel wijzer worden. Maar die auto's zijn dus veel schoner geworden. Toen is op een gegeven moment ook reinigend voelmig gekomen. Dan denken ze de advocaat die nu de tribunalen voorbereidt. Als je reinigend voelmig even gaat vertalen door de vertaalmachine, reinier betekent schone, voel, brandstof, mig, mij. Schone brandstof, mij. Het is niet echt een Duitse naam. Ik dacht in het begin ook heel mooi. Maar wat kan één iemand tegen de autofabrikanten om de dieselschandaal aan te kaarten? Nou, dat dieselschandaal had maar één reden. Die diesels moesten weg, die vuile diesels die eigenlijk veel schoner waren, omdat die vele grotere deeltjes uit deze stoot moesten weg. Die zijn ingeruild voor benzinemotoren en daarna voor vele schonere dieselmotoren. Waardoor, waar we nu in zitten, die pandemie, zeg maar, dat in één keer veel heviger is geworden. Nou, in combinatie met straling is het gewoon. Ja, is het gewoon zwaar vergiftigend. Die katalysatoren, daar zit ook voortaan een grafeenkatalysator onder. Ja, dat wil dus zeggen, ze stoten gewoon heel veel gevaarlijke stoffen uit. De dieselmotoren, die worden nu dadelijk ook gemeten tijdens de APK met een deeltjesmeter in plaats van met een roetmeting. Dat houdt dus in dat dadelijk over een aantal jaar de diesels die nu een jaar of 4, 5 zijn, allemaal worden opgeruimd. Die mogen de weg niet meer op. Dus mensen, ja, er komen nog heel veel problemen aan. Alles is in het teken van die nanofijnstof. Er moeten steeds fijnere deeltjes de lucht in, waardoor wij ziek worden. Dat wordt ook in de lucht gesproeid. Er moet een soort nanostratosfeer komen, die ons zeg maar ziek kan houden. En daardoor kan die 5G en alles werken. En als die nanostratosfeer er niet kan komen, dan valt alles op. Dus ik ben daar best wel van geschrokken toen ik het allemaal wist. Vandaar ook die podcast van de Val, dat ik ook uit mijn stoel ben gedrukt van Leon, je gaat die video nou opnemen, ook zonder script, wat jij zei, ik heb daar gewoon bam, verteld. Soms was ik af en toe misschien wel iets te scherp. Ik denk, oké, maar het kwam vanuit mijn hart, gewoon vanuit mijn zorgen, vader van 3 kinderen, noem maar op. Ik denk, ja, hey, waar gaat dit naartoe? Van de andere kant denk ik ook, als jij jouw verbinding herstelt met de bron, dan kunnen ze jou niks maken. Daar geloof ik in. Daar put ik dan vertrouwen uit, omdat ik dan denk, want anders zou heel het godsplan ook niet werken, zeg maar. En dan alle dingen die ik heb ervaren de afgelopen 3, 4 jaar, ik ben er, ik denk, ja, Leon, je mag gewoon daarin vertrouwen hebben. Geen hoop, want hoop is uitgestelde teleurstelling, maar vertrouwen. Maar mensen die er wel bewuster worden, dat die auto's gewoon vergiftigend zijn. En dat is al 20 jaar aan de gang, hoor, met die benzinemotoren, met een katalysator op de benzinemotoren. CO2 moet naar beneden en dan gaan de deeltjes omhoog. Ja, maar eigenlijk komt er meer die roetdeeltjes, grafeen, hè, zit er dus in. Straks komt het feit, dat gaat direct in je bloedbaan, hoppakee, naar richting je hersenen, zoals jij zegt, Ja, toch? je hebt nu al kinderdementie en zo. Daar vroeger had je dat allemaal niet, hè? Of auto-immuunziekte. Vroeger had je dat niet. Dat komt allemaal van dit vandaan. Vroeger had je nooit dementie, Parkinson, Alzheimer. Nu is het niet. Nu is het meer regel dan uitzondering. Ja, dat komt daar vandaan. Dat is. En het 5G-verhaal, dat zal er dan waarschijnlijk ook weer invloed op hebben. Als 5G echt aan. Volgens mij staat het af en toe wel aan. Tenminste, af en toe dan. Ja, ik heb daar een video van gezien en daar was ik ook wel van geschrokken. Iemand die daar heel erg geleerd in was, die kon je bestellen bij Peter Vreeken. Dat is heel interessant. Die liet ook een voorbeeld zien. Als jij 4G hebt, dan gaat er met de frequentie, doe ik even kloppen daar, om een beeld te krijgen of om iets voor te kunnen stellen. 4G gaat zo.
En 5G gaat. Voel je het verschil? Die frequentie is veel hoger, daarom moeten er veel meer palen op kortere afstanden bij elkaar staan om die frequentie te kunnen halen. Dus op lantaarnpalen, als je bijvoorbeeld heel veel lantaarnpalen zie je bijvoorbeeld al een hoedje op zitten, dan zijn ze klaar voor 5G, zeg maar. Nou ja, precies. Ik heb een video staan, die staat ook op website commerceradio.nl, bovenaan in die slider. 5G en lantaarnpalen. De jongens hebben metingen gedaan onder die lantaarnpalen. De 5G staat gewoon aan. Van Martijn Vis. Ja, die heeft geklopt. Ja, dat is een interessante video. Ja, ik had ze al een mailtje gestuurd, maar nou, ze reageerden niet ook goed. Maar, ja, hij was nog op vakantie volgens mij. Oké, maar goed, het is wel bijzonder. Het is wel bijzonder dat dat gebeurt. Nou, we gaan het zien. Ja, het is bijzonder, Peter. Maar dan ga je in het begin in de angst zitten, want ik ben ook net als iedereen een reiziger, dan ga je daarna afstemmen en dan denk je van ja, je houdt dit niet tegen. Dit is een uitrolling, zeg maar. Daar hou je niet tegen. Dus in de angst ga je het alleen maar versterken, zeg maar. Dus het is alleen wel zo dat mensen bewust moeten worden. En toen ik het filmpje had gemaakt van de val, echt heel veel mooie reacties gehad, zeg maar, van mensen die echt blij waren dat er een kritisch geluid kwam. Maar ook iemand van een automan, zeg maar, die daar heel gespecialiseerd in is, die zei, Leon Post, vind ik, dat klopt gewoon wat jij zegt. En ze gaan nou diesels, gaan ze de deeltjes meten in plaats van goed meten, de deeltjes. En deeltjes onder de 10 nanometer, die kan de apparaat niet meten. Dus de schonere diesels, die zijn, zeg maar, even tussen aanhalingstekens schoon, maar die zijn zwaar vergiftigend. Want dat gaat recht door jou. Met zeoliet kun je trouwens nanodeeltjes ontgiften. Dus ik zou zeggen, pak slik zeoliet, doe ik ook. Dank je. Zeoliet? Zeoliet, ja. Ja, oké. Okay. En ik wil eigenlijk nog een keer met iemand een podcast opnemen die er heel veel schade heeft van nanofijnstof. Ja, dan moet ik even kijken of we dat gaan doen. Dan moeten we ook weer een heel eind voor in de auto zitten en de tijd. En ik denk wel dat we dat nog gaan doen. Ik denk wel dat het interessant is. Ja, nou. Had je nog iets wat je absoluut wilde mededelen? Nee, ik had eigenlijk een glas water klaar moeten zetten. Want... Ja, ik ook. Maar goed, nou ja. Nee, ja, Peter, ik wil wel afsluiten nog met waar had ik die nou staan? Oh ja, van de Boeddha. Degene die niet streeft naar ware zelfbevrijding is een ware zelfmoordenaar. En dat sluit eigenlijk een beetje aan op het verhaal wat ik in het begin vertelde, omdat mensen misschien denken het is zwevend. Maar als een Boeddha het vertelt, hè, want heel veel mensen hebben wel een Boeddha-beeldje. Hè, wij ook, en vroeger wist ik de betekenis er allemaal niet van. Denk ja, dat is mooi. De betekenis zit overal in doordrongen. Het is alleen om te kijken of je die antwoorden in jezelf kunt vinden. Ja, leuk. Mag ik jou danken, Peter? Nee, ik wil jou danken. Leuk. We sluiten hem af, Leon. Ja, heb ik niet te veel gepraat? Weet je, ik knip de helft er wel uit, komt goed. Helemaal goed, ja. Ja. Nee, ik knip niks. Deze gaat er zo meteen op. Die gaat er gewoon direct op. Wordt niet geknipt. Ik vond het hartstikke leuk. Wordt niet geknipt. Hey. Ik vond het hartstikke leuk, Peter, om dat bij jou te doen. Dankjewel. Je bent goed bezig. En dankjewel voor jouw vraag, voor jouw hulp hierin. Nou, hele fijne dag. Fijne avond. Fijne avond, over is. Even wat drinken. Ja. Hey. Groetjes, hè. Hey. Bye bye. Bye bye. Bye bye.